Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe MS-talk. We zijn weer zomer voorbij, dus we zijn een tijdje weg geweest. Het is weliswaar nog warm buiten, maar de herfst zit eraan te komen. Het is september 2023 en we zijn met z'n tweeën deze keer. Naast mij virtueel zit Gerald Hengsman, neuroloog bij Ubendo. En vandaag willen we het samen even hebben over vormen van MS. Er is wat onduidelijkheid, er zijn wat dingen aan het veranderen in de MS-wereld. Toen ik de diagnose kreeg, werd mij verteld dat ik RR-MS zou hebben, relapsing remitting. Nou, dat is allemaal een beetje aan het veranderen, heb ik het begrepen. En ja, ik begreep, Gerald, van jou dat jij regelmatig even moet uitleggen hoe dat nu zit. En dat we zoiets hadden van, nou, laten we er gewoon even een aparte aflevering van maken. Dan kunnen we in één keer uitleggen hoe dat nou in zijn werk zit. Ik zou zeggen, brandlos. Dit is in die zin, dit is geen lastig verhaal, maar het is ik denk, het heeft alles te maken met het feit dat iedereen heeft behoefte aan houvast, aan duidelijkheid, structuur, kaders. Dus vandaar dat je ook vaak ziet van, ja, welk type heb ik nu? Heb ik nu RRMS? Heb ik nu SPMS? PPMS? Wat is er nu? Wat ik altijd aan mensen uitleg is, ik ga eigenlijk al gewoon teruggaan naar het begin van wat is nu eigenlijk precies MS? En eigenlijk is MS al een hele grote vergaarbak-diagnose. Want alles waarbij je ontsteking hebt in je centrale zenuwstelsel, hersenen, ruggenmerg, oogzenuw, zonder een specifieke oorzaak, dus verondersteld een soort auto-immuunfenomeen, en het gebeurt vaker in de tijd, dat noem je MS. Nou, dat is dan een hele vage omschrijving. Nou, als de basisdiagnose al zo vaag omschreven is, dan worden subtyperingen daarbinnen nog veel vager. Dat is ook wel aardig om terug te gaan kijken van waar komen die subtyperingen nu vandaan? Ja, die komen uit de mid-jaren 90. Dus dat is ongeveer bijna 30 jaar terug. En die zijn grotendeels een beetje in elkaar geknutseld, oneerbiedig gezegd, om een registratie voor een MS-middel te kunnen gaan realiseren. Nee. Want je hebt niet alleen te maken met SPMS, met PPMS, maar je hebt ook over RRMS, maar je hebt ook een fase daarvoor, hè, CIS-diagnose. Je hebt zelfs weer een fase daarvoor, een RIS-diagnose. Ik zal zo even uitleggen wat dat is. Ja, precies. Even voor de luisteraars van wat Maar zijn al die afkortingen precies? dan begint het verhaal bij een RIS. Dat wil zeggen dat je op een MRI-scan van iemand die om andere redenen dan verdenking MS een scan krijgt, bijvoorbeeld hoofdpijn, en bij bang dat iets ernstig aan de hand is, wordt een scan gemaakt en dan zie je vlekken passend bij MS. Dan wordt een radiologically isolated syndrome suggestive of MS genoemd. RIS afgekort. Op het moment dat je voor de eerste keer neurologische klachten krijgt, bijvoorbeeld een oogzenuwontsteking, en er wordt een scan gemaakt van je MSI-witte vlekken op, dan heet het een CIS, een clinically isolated syndrome suggestive of MS. En op het moment dat omdat je nog niet voldaan hebt aan dat derde punt van die diagnose MS, wat ik zei, het moet vaker voorkomen in de tijd. En als het vaak voorkomt in de tijd, in de zin van of je krijgt nieuwe klachten of er ontstaan nieuwe vlekken op een scan, dan noem je dat relapsing remitting MS. En op het moment dat gaandeweg het optreden van nieuwe klachten, Schub's terugvallen of hoe je ze noemen wil, en het optreden van nieuwe witte vlekken steeds minder aan het worden is, dan noem je dat secundair progressieve MS. Dat is een beetje de gedachtegang. Maar dat is natuurlijk een beetje een hele kunstmatige verdeling en onderscheid die erin zit. Noem maar iets als voorbeeld. Iemand heeft een oogzenuwontsteking. Er wordt een scan gemaakt van het hoofd. En je ziet dat 10 van die witte vlekken passen bij MS op. Dan heb je formeel de diagnose CIS. Want je hebt niet voldaan aan dat. Maar het is natuurlijk een kul gedachte. Want je kunt je nooit, ik kan geen enkele ziekte bedenken waarbij op één moment tegelijkertijd die 10 witte vlekken in het brein ontstaan zijn en die oogzenuwontsteking. Dat is een onzinnige gedachtegang. Dat je dan zegt, ja, dat is CIS, dus voldoe je dan niet aan de criteria voor RRMS. En heeft dat dan consequenties? Ja, dat heeft wel heel veel consequenties. Want bepaalde medicatie is formeel geregistreerd voor CIS en andere medicatie is formeel geregistreerd voor relapsing-remitting MS. En datgene waar je dan tegenaan loopt, is dat de inzichten die we hebben vanuit onderzoek, wetenschap, hoe we eigenlijk steeds meer naar de ziekte aan het kijken zijn, dan daar zie je dat daar echt lichtjaren tussen zit, tussen het doorvoeren in de dagelijkse praktijk. De zorg is extreem conservatief. We zijn vooral, morgen doen we vooral de dingen die we gisteren deden. Ja.
Want het is natuurlijk een onzinnige gedachtegang, wat ik al zei. Iemand die inderdaad voor de eerste keer komt, maar al 10 witte vlekken heeft. Ja, dat is gewoon MS, punt. En hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen secundair progressieve MS, SPMS of primair progressieve MS. Ik had laatst bij een nascholing het voorbeeld gegeven van een tweelingbroer. De ene heet Jan en de andere heet Piet. En Jan die komt op het moment dat hij 40 is met een langzaam progressief probleem met lopen. Hij is verder gewoon goed gezond. Hij heeft misschien ooit een keer, toen hij net in de studententijd zat, heeft hij misschien een keer wat problemen met zijn ogen gehad, maar is verder geen aandacht aan besteed, ging over een aantal weken wel weer over. En ik kom nu voor het eerst bij de neuroloog en er wordt een scan gemaakt en worden witte vlekken gezien en wordt de diagnose primair progressieve MS gesteld. Nu is zijn tweelingbroer, die heeft eigenlijk hetzelfde verhaal. Die begint ook heel geleidelijk aan wat problemen met lopen te krijgen. Alleen toen hij zo rond zijn 25 wat problemen met zijn ogen kreeg, is hij bij de oogarts geweest. En die zei van, hé, dat ken ik. Dat is een neuritis optica, een oogzenuwontsteking. De eerste uiting. Zijn broer krijgt dus de diagnose secundair progressief MS. Wat is ooit een... Zie je het bizarre? Ja. En, het is... en we weten ook als je gewoon gaat kijken wat er gebeurt nu echt gewoon in het brein zelf, in het ruggenmerg zelf. Is er geen enkel verschil tussen secundair progressieve MS en primair progressieve MS? Het is the one and the same. Het is precies hetzelfde. Is er dan wel een verschil tussen progressieve MS en MS? Ja, er zit een verschil tussen de twee ziektefenomenen die je bij mensen met MS ziet. En vaak wordt het vergeleken met een soort Heidebrand-idee. Het onderliggende probleem is naar alle waarschijnlijkheid veel meer een soort laaggradige, smeulende, ingekapste ontsteking in het centrale zenuwstelsel. Ja, dat heb je een keer eerder verteld. Dat van dat proces merk je in het begin helemaal niks en pas later merk je het heel gelijk aan wel. En daarbovenop kun je af en toe van die pieken hebben, van die vlammen hebben die je ofwel merkt of op een scan terug gaat zien. En het is ook zo, als je echt goed gaat kijken, daar hebben we het ook al een keer over gehad, dan zie je dat als je heel goed gaat kijken, dat er bij iedereen met MS progressie is. Alleen de een merkt dat sneller op dan de ander, hangt heel sterk af onder andere van hoe sterk je het gaat belasten. Noem maar iets, een professioneel hardloper zal veel sneller merken dat de loop heel langzaam aan het veranderen is dan iemand die dat eigenlijk helemaal niet opzoekt, dat soort dingen. Die gaat er pas over klaar als hij 50 is, dat het lopen moeizamer gaat. Ja. Hetzelfde geldt op het moment dat je echt op weefselniveau gaat kijken in het brein zelf, dan zie je bij iedereen ook dat er actieve ontstekingen zijn. En heel vaak zie je dan dat, op de MRI vinden we geen actieve ontstekingen, dus iemand is niet actief. Nee, dus ook dat onderscheid tussen of iemand progressief is, iemand actief is, in de zin van dat wel of niet actief ontstekingen zijn, is op biologisch niveau, slaat het helemaal nergens op. En dat zie je wel steeds meer, dat als je echt gewoon gaat, de wetenschap steeds meer laat zien dat MS eigenlijk één heel groot ziektebeeld is. En dat er geen kunstmatige subtypes zijn. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin. Dat is toch wel lastig om te gaan vragen welk type heb ik. Ja. Het is ook lastig omdat je dan zich afvast. Ja, het is wel een behoefte. Maar die behoefte die klinkt misschien gek. Die schaadt je meer dan dat die je gaat baten. Omdat op het moment dat je SPMS hebt, maar dan zijn heel veel dingen niet meer mogelijk. Of dan ben ik, nee, dus dat het verandert wel als mens niet. Het verandert niet ineens hoe je eraan toe bent, zeg maar. Het is niet dat als je het een andere naam geeft, dat het dan ineens veel verschrikkelijker met je gaat of zo. Nee, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde labeling aan vast. Ja. Op het moment dat je het woord progressieve MS noemt, dan ontstaat een soort doembeeld bij heel veel mensen. Want RRMS kun je nog gaan behandelen, SPMS is weliswaar een beetje opgegeven. Dus daarnaast merk je ook dat er verwarring gaat ontstaan op het moment dat je dat soort typering vast gaat houden in behandelmogelijkheden. Wat je net uitlegde met die twee broers, SPMS en PPMS, het is gewoon hetzelfde. Alleen het stomme is dat wij als dokters zo ontzettend conservatief zijn, dat wij onderzoeken doen met criteria van 30 jaar terug, die biologisch eigenlijk helemaal nergens meer op slaan. Maar dat zorgt er wel voor dat bepaalde medicatie
geregistreerd is voor het maar SPMS. Het Middelzee Ponymot of MyZend is geregistreerd voor mensen met actieve SPMS. Terwijl voor primair progressieve MS is een middel Oculizumab geregistreerd. Natuurlijk werkt bij Oculizumab dan ook bij iemand met een SPMS. Of werkt Ponymot ook bij iemand met een primair progressieve MS. Dus eigenlijk moeten wij als patiënten het loslaten. De typering, zeg maar, de subtypering. Maar is de medische wereld of de farmacie nog niet zo ver? Is dat een conclusie die ik mag trekken? Ja, ja, klopt. Het veld is uitermate conservatief. Ik denk dat het ligt een heel groot punt bij dokters om uiteindelijk een keer dingen toe te gaan passen die we gewoon weten. Dus gebruik de inzichten die er zijn naar hoe je er nu naar kijkt. Ga niet meer akkoord met allerlei studies die in dat soort oude typeringen werken. Maar dat zijn veranderingen die heel langzaam gaan. Maar ik denk ja, dat het goed is om als patiënt inderdaad gewoon te weten van ja, het doet er niet toe welke vorm je hebt, welk type je hebt of wat dan ook. Gaat gewoon wat gebeurt er nu binnen jou? Wat zie je nu aan progressie? Waar zie je nu aan actieve ontstekingen, aan terugvallen of nieuwe scanafwijkingen? Hoe zie je dat beeld? Wat is dan de beste weg om te gaan? En in welk hokje dan precies het kruisje gezet wordt, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nee, en dat zal nog best een tijdje duren voordat dat echt helemaal is ingeburgerd, hè? Want dat is toch... Dat duurt heel lang. Hè? Dat, ja. Het moeilijke is alleen dat, en dat merk je in ieder geval in de dagelijkse praktijk ook, die subtyperingen die geven je een soort, ja, die geven je houvast. En in feite laat je nu dat stuk gewoon los. Ja. Maar het is denk ik uiteindelijk wel beter. Ja. Dus ja, we krijgen ook wel eens vragen. Hè? We gebruiken regelmatig het verwijsformulier van MSO Nederland. Hè, voor spaarwezen zorg, dat gaan we veranderen. Daar moet je aankruisen wat de diagnose is. En staat dus bij van, heeft iemand PPMS of SPMS of wat dan ook. En soms vind ik dan in een keer het vakje aan SPMS, dat ik daarvoor gezegd. En dan schrikt een patiënt, want die dacht van, ja, maar ik heb toch RRMS, hoe zit dat nu? Moet de fysio dan niet weten? Nee, dat maakt ook voor je therapie helemaal niks uit in welk hokje dat zit. Dus dat... Laten we dat formulier dan maar gauw wijzigen. Laten we dat balletje maar aan het rollen brengen. Dus eigenlijk, conclusie, MS-patiënten, het is allemaal één grote familie. Het is eigenlijk één grote familie, precies. Ja, klopt. Ja. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijkheid schept en dat mensen vooral inderdaad niet meer schrikken. Als er inderdaad toevallig ergens een keer iets anders genoemd wordt of een ander naam gebruikt wordt. En dat toch langzaam en zeker ook de wetenschap en de farmacie en iedereen op dezelfde manier gaat communiceren. Want op het moment dat we dezelfde woorden gebruiken, kunnen we elkaar ook allemaal veel beter begrijpen. Dus ik hoop dat dan deze aflevering daar toch aan bijdraagt om dat voor elkaar te krijgen. Gerald, dankjewel voor je heldere uitleg. We zijn er over een tijdje, zijn we er weer. Heb je nou een onderwerp waarvan je denkt, nou, dat hebben ze echt nog nooit besproken bij MS Talk, maar daar wil ik zo graag meer over weten. We staan altijd open voor suggesties. Zet het even onder de video of onder de podcast. Dan kunnen we kijken of wij daar een aflevering van kunnen gaan maken. We willen je weer bedanken voor de aanwezigheid. Gerald, bedankt voor je toelichting en we zien elkaar weer. Dankjewel.